Welkom beste kijkers bij Soccer Reporter TV. Vandaag zijn we weer te gast op het Glaspark, waar de wedstrijd wordt gespeeld tussen LSC Leerdam en RKAVV uit Leidschendam. Ja, voor beide ploegen toch wel belangrijk. Voor LSC om een beetje bovenin mee te blijven draaien en voor RKAVV om een beetje onderin weg te komen. Dus dat kan een hele leuke wedstrijd worden vanmiddag. Maar zoals u voor ons gewend bent, gaan we eerst weer praten met de belangrijkste persoon van de wedstrijd. En dat is vandaag een jonge dame. En dat is de pupil van de week. Ze mag graag even zelf voorstellen. Hoe heet jij? Roos. En hoe nog meer? En ik ben 8 jaar. Zeg Roos. En in welk team speel jij? In de 9-1. 9-1. En op welke plaats sta jij? Speel jij? Verdediger. Oké, dat vind je wel leuk. Ja. Ja? En ga je wel een stiekem mee naar voren om een doelpuntje te maken? Ja, maar ik score niet heel vaak. Nou, dat hoef ik niet. Maar wat ik zeg wel. En heb je wel eens een leuk doelpunt gemaakt? Of wat vond je het leukste moment eigenlijk? Dat ik een penalty schoot. Dat hij twee keer tegen de paal kwam. En toen alsnog in de goal. Oh god, dat is wel een heel leuk moment, hè? Ja, en wat vind jij zo leuk aan het voetballen? Samenspelen. Samenspelen, ja, dat is erg belangrijk, hè? En wat trainen? Vind je trainen ook leuk? Ja. Ja? Dus, hoeveel trainers heb je? 3. Zo, dat is nogal professioneel, zeg. Wat wil je later ook nog hoger opkomen met voetballen? Het damesvoetbal. In het eerste van LSC of zo, wat denk je? In het eerste van LSC. Ja, en dan misschien nog wel hoger, het Nederlands elftal. Ja. Ja, dat is, want jij bent echt een sportief iemand, hè? Ja. Ja. Heb je nog broertjes of zusjes die voetballen? Ja, 1 broer. 1 broer, die voetbal ook, die is ouder? Ja. Oh, kijk eens aan. En schoolgaan, wat vind je van schoolgaan? Wel goed. Ja, wel goed, kijk, dat hoor ik maar graag, hè. Ja, je bent nog jong, behalve dat je profvoetbalster wil worden. Wat wil je anders worden, als dat niet lukt? Bioloog. Kijk, dat zijn nog eens even goede berichten, zeg, bioloog. Dat is ontzettend leuk, hè? Ja. Ja. Ga je wel eens meer kijken bij het voetballen? Ja. Ja? Oh, dus je bent echt een liefhebster. Ja, dat wel. Ja, dat vind ik ook leuk. Ja, nou, we hebben vanmiddag een hele belangrijke wedstrijd. Hè? Het is zowel voor LSC als voor de RKVV, de tegenstander, belangrijk. Wat denk jij dat het gaat worden? 4-2. Kijk, dan zou de trainer ook wel belangrijk wezen. Dus als dat de uitslag wordt. Je gaat hem zeker wel helpen vanmiddag, die trainer? Ja. Ja, je mag gerust aanwijzingen geven als je denkt dat hij het niet goed doet, hoor. Nee, maar ik denk wel dat hij het goed gaat doen. Oh, jij hebt wel vertrouwen in hem? Ja. Ja, dat dacht ik al. Want het is de trainer van het eerste, dus dan moet hij wel goed zijn. Ja, dat heb jij keurig gezegd, hoor. Dat is de trainer van het eerste, dus hij moet wel goed zijn. Maar je weet nooit, hij kan ook wel eens een foutje maken dat jij dat kan corrigeren, of niet? Ja, maar ik kan ook een goed aanvoeden. Oké, nou, dat is leuk. Roos, ik vond het ontzettend leuk dat je hem even te woord wilde staan. Vanavond kun je terugkijken naar je interview. En je kan ook de aftrap zien die je mag doen straks. En ga nou maar even met die jongens lekker mee warm lopen, hè? Ja. Ik wil jou nog bedanken, hè? Oké, hè, Roos? Ja, maar dan niet echt. Geef er een warm applaus, mensen. Ja, kijk. En als de bakker van de geld is, dan kunnen we de wedstrijd starten. Thank you.